Oepsie, doepsie, floepsie, poepsie, kloetsie, smoochie, Nintendo Live en natuurlijk je boy met deden en floepsie, noepsie, roepsie, kloetsie, floepsie, oepsie. Ik heb geen idee wat het intro is, het spijt me. Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi. En weet je nog mijn recente video over hoe E3 dood is? Ja, die is niet meer relevant. Het is nu gebleken dat Nintendo Live een klein beetje mij heeft bamboezeld. Ik moet zeggen, ik was een klein beetje te erg... Nou ja, enthousiast kan je het niet noemen meer, devastated, dat E3... dood zou zijn, dus ik wilde heel snel een video erover maken en deed een beetje valse informatie verspreiden, maar in mijn defense, artikel van Nintendo Live was een beetje misleading. Laten we er eventjes over praten. Vorige video, nieuwsvideo die ik heb gemaakt, praatte ik over hoe E3 dood was vanwege een artikel wat Nintendo Live had gepost. En in dit artikel lieten ze vooral in de laatste paar zinnen van, of het laatste paar paragrafen of de laatste paar linia's van dat artikel, lieten ze het best wel lijken alsof E3 echt dood zou zijn. En ik dacht dus, Nintendo Live als een echt heel erg bekende en betrouwbare news source, dat ze hier dus echt over de waarheid spraken. Ik weet niet of Nintendo Live de bedoeling had om een beetje clickbaity te zijn, of dat ze net als ik bamboezeld waren door de informatie, want schijnbaar wat ik niet wist is dat dit alles wat ik vertelde in die nieuwsvideo ook nog eens leaks waren, en het liefst cover ik geen leaks, want meestal zijn ze fout, wat we nu hier soort van zien. In ieder geval, dat hele artikel is soort van nog wel waar, alleen er zijn wat dingetjes anders aan. Het grootste ding, E3 is niet echt dood op de manier hoe ik dacht dat het dood zou gaan. Ik dacht echt dat het zou stoppen met de normale manier van conferenties en hoe we E3 kennen, maar blijkbaar is dat niet het geval. Ze gaan wat dingen veranderen, ja, en technisch gezien is het niet het E3 wat we altijd kenden, maar het is niet zo erg als ik dacht. Bijvoorbeeld, het belangrijkste gedeelte is dat de hele digital E3 experience, het hele gebeuren met de shows en al die dingen die we kennen van E3, de conferenties, de Nintendo Directs, dat blijft gewoon. Wat ze nu dus voornamelijk gaan doen is zorgen dat er meer mensen, iets van 5000 plus of zo, naar E3 toe kunnen gaan. En omdat E3 zo duur is, zorgen ze ervoor dat het wat goedkoper wordt voor bedrijven zoals Nintendo en Microsoft, zodat ze op die manier proberen wat meer geld te verdienen. En er zijn dus allemaal verschillende soorten dingen die ze gaan toevoegen aan E3, waardoor het wat anders wordt en misschien wat meer appealing voor sommige mensen om naartoe te gaan. Dus al in al, E3 is niet dood. Het is nog steeds in leven. Al zit E3 nog steeds in een redelijke slechte plek, aangezien het de laatste paar jaren een beetje slecht gaat. En niet zo heel veel mensen gaan er tegenwoordig meer naartoe vanwege alle streams. Maar op dit moment, hoe het er nu uitziet, E3 gaat nog gewoon lekker door en ze doen hun best om E3 nog gewoon in leven te houden. En dat is heel erg goed, want zoals jullie in mijn vorige video hebben kunnen horen, hou ik best wel pittig veel van E3. Ik kan nu zelfs weer verder met de grote pre-3-show. Yes, ik heb daar zoveel zin in. Dat was het ding waar ik het meest verdrietig over was, over dit hele gebeuren, naast dat we niet meer elk jaar shows zouden krijgen als E3. Maar ik ben blij. Ik kan weer mijn grote pre-3-show doen. En jullie gaan het allemaal niet kijken, sowieso. Yay! Dus ik wilde deze video zo snel mogelijk even maken en releasen, zodat mensen niet misinformatie krijgen. Het is niet mijn doel met nieuwsvideo's om mensen niet de juiste informatie te geven. Ik wil echt zorgen dat het nieuws dat ik jullie breng, daadwerkelijk echt het juiste nieuws is. Dus ja, over het algemeen beken ik was iets te snel met het maken van die video. En ik had niet echt lang genoeg gewacht op het op nieuwe informatie over het hele gebeuren en nieuwe feiten. Alleen nogmaals, in mijn verdediging, dat artikel van Nintendo Live liet het heel erg lijken alsof E3 echt dood was.
In ieder geval, ik hoop dat deze hele situatie nu duidelijk is. Als je verdere informatie wil over deze hele situatie en waar het allemaal vandaan komt, dan kan je die video die ik heb geüpload kijken als je dat nog niet hebt gedaan. En laat me weten wat jullie denken van dit hele gebeuren. Zijn jullie blij dat E3 toch niet dood is? Ik ben zeker weten blij, want E3 is fucking geweldig, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Laat het me weten, ik wil het graag van jullie weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!